Mensen, goedemorgen! Ik word kaal. Is het een morgen? Ja. Nee. Dat heb ik net vergeten. Ja. Ik zweer je. Hoe is het nu al zo? Ja, dat... Vanmorgen of zo? Nee, vanmiddag. Het is morgen. Ja. Ik weet het al vanmiddag gegeten, was het morgen. Nice. Mensen, vandaag hebben we 7 Bundesliga deze. Ja, Radecki uit. En we hebben een gegarandeerd Bundesliga. Leuk, en NOS? Nee. We hebben morgen ook Elite Wars, ik heb namelijk Elite gehad. Zit dat in dezelfde video? Dat is in dezelfde video. Waarom zeg je dan morgen? Dus we hebben is straks nog steeds vanmorgen, deze ochtend. Ja, we hebben straks ook Elite Wars. Lekker, maar laten we beginnen met deze. Maak je je popfilter wel eens schoon? Nee. Maar jij bent erover klaargekomen ofzo? Ja, ik weet niet wat het is. Ja, ik zit dan zo Wars aan te doen. Wil jij natuurlijk altijd in je baasje dan? Ja. Die is zo, die is 20 gaan waard. Moet je mijn allereerste gaan? Lekker Hinteregger. Hinteregger. Hey Anne! Oké, nu mag jij. Zullen we elke even... Weet je dat in Duits betekent egger, betekent eten, toch? En egger betekent eten? Is achter, dus eigenlijk is het een soort konteter. Ja, ik kan echt geen packs hebben. Hoezo, ik heb er gepakt. Oh, dat moet niet spoilen. Komt die volgende. Je ziet al zo'n randje, zie je, hè? Je kan het voor mij van tevoren zien of er een is. Echt? Ja, dan zie je ziet het randje al staan van het blauwe. Let op, kijk. Nee. Hier komt die, hè? De spanning neemt toe. Geen. Nee, geen. Nee. Maar het is heel makkelijk om te zeggen geen, want het is waarschijnlijk toch geen. Nee, die kans is best wel groot. Oké, komt die. Nee. Is ja! Hier twee! Oh! Ik zeg in Iran! Ja, ik zag ze inderdaad! What the fuck? Die Hakimi is fucking goed! Ja, die Hakimi! Dit is de picks zijn fucking goed! Ja, dit is echt bizar! Waar gaat het over? Ja, gaat nergens over! Maar waarom hebben ze ook ineens van die player picks gedaan? Ja, dat is toch leuk? Ja, wel leuk! Een afwisseling! Ja, wel leuk! Ik vind het leuker! Nee, ik heb nu 2 gepakt, jij 0, ik weet niet veel zeggen. Oké, maar ik kan er nog eentje doen en dat wordt niks. Oh! Mooi, je hebt ook best wel hoge rated shit. En je hebt van die 83, 84 nodig om de Liga SOS te maken. Oh! Beach, man of the match! Pak hem! Ja, dit willen we hebben, mensen. Het is gewoon goed, hè? Dit was echt goed, ja, hè? Ja, hoe is die waard? 300, 400? Echt? 200. Okay. Wist je dat mensen tegenwoordig ook Google Play kunnen kopen? Wist je dat niet? Ja, waarom weet je dat niet? Zie, dan kunnen we nu toch zo'n gesprek hebben dat de kijkers mee kunnen kijken. Is dat zo? Je wist het misschien niet. Nee, ik wist dat niet. Maar het is wel zo. Is dat zo, ja? Dus heb jij een Google telefoon of Android heet dat? En speel je nou FIFA Mobile, heb je dan Google Play nodig? Ik heb geen flauw idee. Mensen, download Hustle Castle en stand in die winkel. Stand in die winkel met Google Play van Ik Wil Te Goed. Dankjewel. Vlaggen die je wil zien zijn Polen. Duitsland is ook best oké. Okay. Marokko. Duitsland kan wel zijn, maar ook de aller slechtste. Oostenrijk is heel goed. Oostenrijk is kut, ja. Maar dat is die konteter. Hinterrijk. Ja, en Marokko is ook. Wie hebben we nog meer? Voor de rest allemaal goed, hè? Ja, Noorwegen. Nee, ook heel veel slecht. Noorwegen. Ja, Noorwegen zou leuk zijn. Is voor mij slecht. Zwitserland slecht. Radecki, Finland slecht. Ja, heeft die... Heeft Haaland een upgrade van weakfoots? Voor mij 4. Zo. Nou, dan gaan we even pakken. Noorwegen. Kom maar. Kop, geef me Noorwegen. Kom aan. Kom op dan. Ja. Noorwegen. Oh, kom. Het kan alles. Het kan alles zijn. Geen oh, Royce. Oh, Havertz. Dat is goed. Leuk kaartje. Dat is goed. Yes. Dit is echt goed. Dit is gewoon goed, hè? Dit is heel goed. Dit is goed. Dit is kaasje. 5. Nee, geen flesje. 4. Zo. Ga je hem gebruiken. Ik vind hem echt ook zo'n laffe. Ik niet. Die agressie klopt wel. Waarom heb jij een pet van plankton? Een goede planktonpet. Je baalt zeker dat ik een kaasjepet weer heb genakt, hè? Nee, want die deed ik echt nooit op. Jawel, jongen. Alleen als ik soort van mop had. Tot zo bij de Elite Reward. Mensen, kinderen, daar ben ik weer. Zo, het is mijn haar ontploft, jongen. Jezus, ik kom uit de douche. Vandaag is het weer zover. Ik heb Elite Reward. En de vorige 2 weken waren op zich goed, maar niet heel denderend. Dus ik dacht, ik ga het nu een keertje alleen doen. En dan ga ik zeker die 99 Lewandowski pakken. Die 99 Lewandowski... Oh mijn god, misschien skip ik hier wel Sissoko. Nee! Oké, gelukkig, geen Sissoko. Ik heb natuurlijk ook Division Rivals weer goed gehaald. Rang 3 waarschijnlijk. 4 premium in je goud jumbo pakket. Nou, dat is fantastisch. Nee, dit is niks. Dit is helemaal niks. Dus jullie weten heb ik natuurlijk net, nou voor jullie net, voor mij een dagje geleden, die Kai Havertz en die Hakimi gepakt. Dat is echt fucking goed. Ik heb er nog even een nachtje over geslapen en ik ben erover uit. Het is fucking goed. Erg lekker, erg blij mee. Deze zijn wel echt slecht. Waarom open ik dit? Waarom zou ik dit ooit openen? Jezus. Nog 1 hebben die 2 megapakketten na. Een 100k pack, player picks, allemaal lekker. En natuurlijk mijn elite packie. Ik heb weer goed gespeeld deze week. Uitstekend gedaan, Koen. Ja, elke week elite, geen enkel probleem. Oké, daar gaan we dan. Megapakketje, de eerste. Kom, geen wat goeds. Geen gezeik, geen wat goeds. Een team of the season graag. Jezus. Dit is toch niet om aan te gluren. Give me something good. Dit is ongelooflijk. Heb ik hier nou de hele week Division Rounds voor gespeeld? Het is absoluut ongelooflijk. Oké, maar dit maakt niet uit. Het gaat allemaal om die Elite Rewards, mensen. Die Elite Rewards is waar het echt om gaat. Boom. Elite Reward. Ja. Hartstikke ideetje. Elite 3, niks mis mee. Oh, dit is lekker. 70k er ook bij. Heerlijk. Kom maar. Geef me een Lewandowski. Ah, dit meen je niet. Die Serdar en die Ginter. Dit meen je niet. Dit is slecht. Dan ga ik over die Rafa, want die is hoog. En die heeft op zich best aardig gestest. Dit is slecht.
Oh! Kom, geef me een goeie. Ik moet een goeie, een goeie. Kom aan! Nee, nee. Wel 4 Bundesliga, maar die zijn slecht. Die zijn slecht. Dus even hoe slecht dingen zijn. Dat je 2 keer niet een Bundesliga speler kiest. Nu ga ik voor Piet. Die is 94. Ja, dit is puur die rating die wat chill is. Dan heb ik de links en de rechts meer van Benfica heb ik nu. Die lijken daar zo erg op elkaar, moet ik zeggen. Ja, één van meer Barber voor de rest. Al die Portugezen lijken ook zo op elkaar, jongen. Al die Portugezen Spanjaarden. Kom op, geef me alsjeblieft 1 goeie hieruit tenminste. Nou, dit is echt disgusting. Dit is echt disgusting. Ongelooflijk. Gadverdamme. Deze waren slecht. Dit is niet normaal. Die Gint heb ik 3 keer gehad. Ik heb 3 keer de Gint gehad. Nou, dan kies ik hem maar. Nou, wel 93, 94, 92. Maar hier zijn we niet tevreden mee, hoor. Ben ik gewoon heel eerlijk in. Dit is het niet, hoor. Maar dat maakt niet uit. Laten we doorgaan. We hebben nog een 100k pack en een elite pack. Ten eerste, de 100k pack. Laten we maar meteen beginnen. Geen gezeik. Geen gezeik voor smoesjes en dingetjes. Deze is tradable. Dus ik hoop dat ik een team of the season krijg. Het is niet het geval. Ik krijg een oranje kaart. Ik krijg een man of the match. Ik krijg een man of the match. Een man of the match. Demir Bay. Yes. Dit is echt ongelooflijk kak. Oh mijn god. Kijk die 100k, Peggy. Wat een drama. Dit is echt verschrikkelijk. Dit is echt verschrikkelijk, hoor, dit. Oh. Nee, dit is helemaal niks. Dit is echt helemaal niks. Oh. Dit is toch een partijtje slecht. Goh. Ik mag hopen mijn team of the season pack wat beter is. Daar komt hij namelijk gelijk. Geen gezeik. Kom, geef me een goede. Geef me goed. Alsjeblieft. Kom op, Polen. Nee. Hakimi als hoogste. Nee. Die heb ik al. Maar deze is wel tradable, dus op zich. Dat is wel goed. Die is wel gewoon 200k of zo. Maar oh mijn god. Oh. Dit is helemaal aller slechtste week. De volgende keer vraag ik de rest maar weer bij. Maar dit kan echt niet. Oh mijn god. 200k is wel lekker. Maar Hinteregger, die is 33k. Heb ik me daar nou keihard voor gestreden om elite te halen? Het is ongelooflijk. En Serdar, die is 40k. Dit is echt helemaal niks, mensen. Dit is echt helemaal niks. Niet normaal. Oké, mensen. Voordat ik de video ga eindigen, ga ik toch nog een klein potje spelen met Hakimi en met Havertz. Ga ze inwisselen in mijn potje Division Rivals. Ik ben benieuwd hoe ze spelen. Ik denk met name dat die Hakimi echt f***ing goed is. En nu speelt hij dan zelfs op 5 cams. Dus kan je nagaan als hij op full cam staat. Full cam. Oh, mijn camera is leeg. Dit meen je niet. Wat een moment. Kijk aan, kijk aan. Daar zijn we weer. Godsamme. Oké. Kijk, zonnetje die gaan we niet uithalen. Maar ik denk dat ik zon even op CDM zetten. Waarom? Nou, wat kan ik... Nee. Niet zijn sokken eruit. Nee, absoluut niet. Cedor vooruit. We hebben daar Hakimi. En natuurlijk... Nee. Havertz. En Hakimi op rechtsback. Ja. Dan gaan we even kijken hoe mijn nieuwe mannetjes spelen. Hoe ze het doen. Hoe ze er vanaf brengen. Lekkere mannetjes. Wereldraad Carvajal. Hats. Oké. Kijk hem gaan. Ja. Oh, wat een slechte paas. Carvajal moet ik echt duidelijk wisselen. Dat ga ik ook doen. Die gaat eruit. Zon op CDM. Hoeveel mensen zouden team of the season zon op CDM zetten? Dan ben je wel echt een grote speler, hè? Zoals ik. Maar dit is echt niks. Deze tegenstander is niet slecht. En ik wel. Dus dat is wel een klein probleem. Oh, dat is mooi gedaan. Maar niet mooi genoeg. Ah, Hakimi gelijk goed. Dit is weer een pot. Ik zie het alweer. Dit is niet mijn pot. Dit is absoluut niet mijn pot, hoor. Dit. Hakimi. Hakimi is sterk. Hakimi doet goed, hoor. Havertz. Oh. Ik dacht, schiet maar gewoon. Misschien schiet hem er ooit. Maar dat is natuurlijk niet het geval. Maar... Zon. Hoppakeetje. Zonder CDM. Lekker hoor. Hakimi. Ah. Oh. Ik ren gewoon door. Misschien kom ik er wel. Maar dat is natuurlijk niet het geval. Maar... Oeh. Ja, maar hoe zit hij met rechts dit binnen? Hoe zit hij in godsnaam met rechts? Ah. Oh. Nee, ze verbeurt DK. Die is helemaal niet rechtsbenig. Toch? In de shapeshifters waren dat. Met een onze. Oh nee, die hebben natuurlijk 5 weak foot. Of 5 skills. Het zal wel 5 weak foot zijn met hem. Ja, kijk, dat verklaart een hoop. Ik dacht al, want daar hoef ik niet bang voor te zijn met zijn rechtervoet. Nou wel dus. Nee, ik voelde al gelijk dat dit niet mijn potje was, mensen. Maar je weet het niet, hè? Want ik ga straks tot een wereldgoal scoren met die Havers. Dus dat... Ha. Hallo! Goed. Lekker. Door op Aguero. Nou, ik zweer het je, jongen. Ah. Hij stapt zo snel in. Ik kan er niks tegen doen. Toen normaal gesproken lopen we wandelen er zo omheen. Maar nu is even niet. Nou, jongen. Hoe trap ik weer in die truc? Hij zit gewoon naast. Wat een noep. Nah, wat een kutbal. Dat moet toch aankomen, jongen gek. Jongen, wat een matige speler, zeg. Mensen, koop niet die Havertz. Boom, Richarlison. Oh, jammer. Jammer. Ik probeer hem even lekker in het verre hoekje te deponeren. Ik moet zeggen, ik word wel sterker op zich. Het kan wel. Ik kan wel gewoon winnen deze pot. Tweede paal, Richarlison. Richarlison! Nah, dit is niks. Jongens. Wat een kans net voor rust. Maar die moet er toch in, Richarlison. Je bent... Heel goed. Havertz, yeah, die is ook slecht. Verschrikkelijk. Sissoko. Oh, ik dacht, als iemand het dan moet doen, dan maar Sissoko. Wat is dit nou weer? Dit is zo slecht. Oh my lord. Wat een drama. Wat een verschrikkelijk fiasco. Dat was een balrol. Oh, het is nog waar ook. Legt hij hem terug. Ja, dat is een goal. Ja, mooi doelpunt ook. Ja, mooi doelpunt. Ik word gewoon weggespeeld. Het is ongelooflijk. Nee, mensen, dit was niet de video waarvan ik het moet hebben in mijn leven. Havertz! Over meters. Je moet er gewoon in. Moet je erin rossen, man. Havertz.
goal. Heerlijk doelpuntje. Ben ik eerlijk in. Ja, staat op 2-1. Ik heb er niks aan. Wel heerlijk binnengeschoten. Wat een goal. Wat een wereldgoal. Even achterin rondspelen, jongen. Even achterin rondspelen. Lekker man, lekker man. Lekker Division Rivals. Ja, jongen, als je die Division Rivals potjes maar wint, hè, dat is echt van levensbelang. Nee. Fantastisch, dit spel is goed. En deze tegenstander is een toffe peer. Jongen, lekker man, je hebt de Division Rivals weer gewonnen. Divisie 5, lekker, uitstekend gedaan. Mensen, ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Ik moet zeggen, geen enorm goede pot gespeeld. Maar, maakt niet uit, maakt niet uit, maakt niet uit. Mijn naam is Koen, en ik zeg Adi Ossos. Wat een dramatische Elite Rewards, ongelooflijk. Holy shit, echt mijn oren doen nog pijn. En mijn time was op beat, een beetje vals in het refrein. Maar zo is het wel begonnen, beetje jong en onbezonnen. Zit er snel voor op FIFA en ging onderweg en tonnen, wauw. Je ziet mijn haar en je denkt daar komt de... Oké, mensen, de mop van vandaag is een leuke. Een komkommer helpt namelijk echt tegen diarree. Het doet alleen wel een beetje pijn. Leuk.